Goedemorgen, het is ongeveer 9:30. Ik ga snel ontbijten, gewoon havermout met water. En dan snel op pad naar het puntje eiland. Ik weet even niet meer hoe het heet. Oh, ik voel druppels. Nou ja, het is warm, dus stel dat het gaat regenen, ik zit op dat eiland. Het zou op zich ook één moeten zijn, dan ga je gewoon de hele dag zwemmen en nooit opdrogen. Eerst maar eens kijken of ik een taxiboot kan fixen. Oké, over het algemeen heb ik er niet zo heel erg veel last van dat ik in mijn eentje ben. Maar nu dus wel echt. Want die taxiboten die willen dus gaan ja, pas bij 2 personen. En anders moet ik 600 baht of 500 baht betalen. No way. Ik ga nog heel even rondvragen. Maar anders is mijn alternatief gewoon weer een motorbike huren en naar hetzelfde strand gaan als gisteren. Dan heb ik Nam Yongan niet gezien. Zo heet het eiland. Ik ga het nog één keer proberen bij de vrouw waar ik zeg maar als eerste had aangeklopt. En nog een andere man die wel aardig deed. Maar anders wordt het gewoon een scooter huren. Dus ja, dan is het jammer als ik Nam Yongan niet heb gezien. Maar ja, misschien de volgende keer. Ik lig er niet per se wakker van of zo. Ik heb het gered en ik heb net Brian ontmoet. Hey Brian! Hallo! Op de boot. Dit is echt een te grappig verhaal. Ik ga je zo meteen alles vertellen. Maar ik ben in ieder geval op het eiland. Ja. Yeah. Dit was echt een blamage, om het zo maar te zeggen. Wat er gebeurde? Ik was dus op zoek naar een taxiboot en niemand wou me meenemen, want ik was alleen. En anders moest ik 500 baht betalen, blabla. Dus toen kwam ik terug bij eentje en die zei dat ik moest wachten. En toen zei hij van, weet je wat, ik neem jou wel alleen mee voor 300. Dus ik die 300 betalen, zegt ja, maar je moet dus wel om 2 uur terug. Ik zei, ja, maak er even 3 uur van. Het is nu al bijna 11 uur, dan heb ik nog iets meer tijd. Nee, 2 uur door het weer, bla bla. Nou, oké, weet je, het ziet er nog wel erg grijzig uit. Dus ik dacht, het zal wel. Kom ik daar eens bij die balie en Brian komt aanlopen van, hey, gaan we? Dus ik zeg tegen iemand, wacht even. Dus je had al wel iemand en je doet tegen mij alsof je mij een favor doet of zo. Zij zei hij helemaal boos, nee, pakte hij zijn ticket terug. Wat dus obviously bewijs is dat hij het wel had gedaan. Maar goed, toen was ik aan Brian, was ik aan het uitleggen wat er was gebeurd. Toen zei hij, ah joh, take the nice lady with us, bla bla bla. En ik moest gewoon lachen, want die man was gewoon zwaar past in. En toen, dus toen had hij het eindstand toch gedaan. En nu ben ik hier. En nu is het dus, ja, het is app. En het is echt gewoon super grijs weer en ja, niet de allermooiste dag om hier te zijn, om het zo maar te zeggen. Maar hey, ik heb Nam Yongan gezien. Dit is het water. Het ziet er wel heel mooi uit hoor. Ik bedoel, met de zon zou dit echt een paradijsje zijn, maar zonder zon en ook nog eens app is het gewoon een beetje een blamage. En dit doet dus zo'n pijn aan je voeten. Dat is allemaal dood koraal. Dit had je dus ook in Gili Air. Dit is zo painful. Ik ga kijken of ik kan zwemmen hoor. Maar not sure. Wie kent het nummer nog van vroeger? Of ben ik te oud? Van Telekids. Oh, 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 een blamage. Ben je sip, ik heb een tip. Lap het lekker aan je laarsje. Wait, what? Gaat de zon gewoon schijnen? Dat is wel nice. Een paar van jullie hadden trouwens gevraagd hoe ik er dus voor zorg dat mijn spullen niet gestolen worden als ik aan het zwemmen ben. De wind trolt even. Ik ga altijd in de buurt van mensen zitten. Het liefst koppeltjes of een familie met kids. Die zijn altijd veiligst en die letten automatisch op je spullen. Ik heb ook wel eens gehad dat mensen mijn spullen gingen verplaatsen omdat ze nat werden en dat soort dingen. Don't hate, congratulate, stomme wind. Ik zeg dus dat als ik aan het zwemmen ben, dat ik altijd naar mijn tas blijf kijken. En weet je, als er dan iemand voorbij rent die je tas meeneemt, so be it. Maar je hebt ook niet zo heel veel bij je. Kijk, mijn GoPro heb ik meestal bij me in het water. Wat er in mijn tas zit, is meestal een portemonnee met niet zo heel erg veel geld en een telefoon. Als dat gestolen wordt, ja, het is niet leuk, maar het is geen ramp of zo. Oh, en over ogen openhouden in zeewater? Ik heb er geen last van. Mijn ogen prikken niet of iets. Ik kan gewoon mijn ogen openhouden in de zee. Ik ben weer terug en ik heb een guava shake genomen.
Dit is de enige plek waar ik hem heb gevonden. Dus niet in Chiang Mai of de andere plekken. En ik geniet er nog maar eventjes van. Als ik Stefan niet had, zou ik trouwen met een Indiase Thali. Kijk nou hoe lekker dat eruit ziet. Naast de Thali heb ik ook nog een mango lassi. Ik vond de kokos lassi trouwens niet zo'n heel groot succes. De mango lassi is veel lekkerder. Ik vond het risico te groot dat ik deze niet meer tegen zou komen. Dus ik heb hem gewoon genomen. Hashtag YOLO. Hashtag skijt aan de maatschappij. Hashtag skijt aan clean eating. Hashtag. Jammer. Ik kan je natuurlijk niet onthouden hoe ik deze doorbijt. Oh. Koud. Een KitKat is trouwens Stefans favoriete candy bar. Die van mij is een Lion. Wat is die van jou? Ik ben benieuwd. Laat het even achter in de comments. Ik heb net een interview gehad met Anne Merel. Hey, Anne Merel. Hey. voor de metro. En Anne Merel maakt zelf ook sinds kort YouTube video's. Super leuke video's. Je kanaal is Anne Merel gewoon, toch? Anne Merel. Ja, AnneMerel.com. Ja, op YouTube. Dus, yay. Allemaal volgen. Yay. Het komt niet vaak voor dat ik instant verslaafd ben aan een nieuwe vlog. Het is echt heel zeldzaam geworden. Ik volg ook bijna geen vloggers meer. Maar deze, wait for it. Het is de mommy blog van Andrea. En Andrea komt uit Joegoslavië, net als ik. En de eerste, kijk, dit is Andrea, knappe chick. En de eerste video die ik van haar zag, wacht, is dit. Sowieso, mooi gefilmd. Kijk hoe vet dit is. Hoe doe je dit? Dit wil ik ook kunnen. Hi allemaal, jullie hebben al een aantal foto's kunnen zien vanuit Servië. En omdat wij nu in Belgrado zijn en omdat het eigenlijk een wereld on his own is, leek me leuk om daar een soort van sfeerfilmpje van te maken. Ze komt zo lief over. En dit. Ik ben verslaafd aan haar kleine meisje. Ik wil een video waarin ze rent. Kijk dan. Wat een engeltje is het gewoon. Oh, dit maakt me echt zo gelukkig. Het is zo onbezorgd. Please, Andrea, maak een 5 minuten video van alleen een rennende Elena. Oh, schatje. Kijk wat een poppetje. En natuurlijk heb ik Andrea toestemming gevraagd of ik dit mocht laten zien. Ik ga niet zomaar kinderen op het internet zetten. Ik ben daar heel, heel, heel voorzichtig mee. Yes, yes. Oei. En nee, niet meteen denken dat mijn eierstokken rammelen of whatever. Ik mag dan 31 zijn, maar ik geniet van mijn nichtjes en van andermans kinderen. En ik vind voor nu nog heel even chill om geen kinderen te hebben. Het sluit niet uit dat ik ze in de toekomst krijg, maar voor nu nog even niet. Het zit erop, ik heb ingepakt. Nou, half, ik moet morgen nog een beetje dingetjes doen. Morgen wordt een flinke reisdag. Ik vertrek hier om 9 uur 's ochtends en ik kom pas om 7 uur 's avonds aan in Krabi. De volgende ochtend moet ik alweer om 9 uur het vliegtuig hebben naar Chiang Mai. Om daar voor zaterdag te zijn. Want zaterdag staan de olifanten op de planning. De laatste grote activiteit in Thailand. Ik ga slapen. Dankjewel voor het kijken. Als je geabonneerd bent,
Dankjewel, dude. Ik zie je morgen weer. Als je nog niet geabonneerd bent en je denkt, olifanten, hello, dat wil ik ook zien. Klik dan even hier en dan ben je ook geabonneerd. Dan krijg je alle toekomstige travelvlogs krijg je automatisch binnen. En mocht je zoiets hebben van, ja, ik wil nu best wel nog een vlog kijken, dan kan je hierop klikken. Dan zie je de vorige aflevering en daarmee kom je ook bij de afspeellijst van de travelvlogs. Kan je meteen even verder kijken of misschien oude vlogs kijken of zo, wat je wil. Dankjewel voor het kijken. Tot morgen.